We hebben een sponsor talk over van Jasper over hoe de nieuwe digitale werkomgevingen voor leerlingen eruit zien. En ik denk ook voor leraren. Geef alsjeblieft een warme hand aan Jasper. Goed. Meteen maar even refereren aan die schitterende introfilm die wij hadden. Power of Imperfection. Ik heb vandaag al een hele hoop geleerd. Dit ben ik. Ik zit ondertussen een jaar of 20 in IT. Heel veel verschillende technologieën gezien. Heel weinig markten gezien. Ik heb in de logistiek gewerkt. Software voor logistiek. En in onderwijs. Software voor onderwijs. En dat heb ik nu de laatste 5,5, 6 jaar in de Drupalwereld gedaan bij Finalist. En daar kan je me allemaal vinden. Waar we het over gaan hebben is Digital Workspace. Wat ik trouwens, dat blijft toch even in mijn hoofd hangen. Jullie zagen net die rotonde. Dat is geen onderdeel van dit verhaal natuurlijk. Die rotonde, daar mocht je 180 km per uur over. En dat was natuurlijk een fantastisch verhaal. Maar ik zag maar één ding. En dat was de afslag naar links. De afslag naar Zuidland. Heeft iemand dat gezien? Afslag naar Zuidland? Ik ben geboren in Zuidland. Ja, dat blijft er toch even hangen. Kan je wel vertellen, daar rij je meestal niet 180 km per uur. Ik kom een tractor tegen. 30 km per uur. Als het een beetje mee zit. Ik ga vandaag praten over de digitale werkomgeving, of over digital workspace. En dat is natuurlijk onderdeel van de grote boze trend van digital transformation. Want digital transformation of digitale transformatie is overal. Speciale woorden zijn ervoor verzonnen. Digitale geletterdheid, digitale volwassenheid, compleet met allerlei maturity modellen. En daar pas je dan ergens in. En ik ben 42. Ik pas in steeds minder van die boxjes, als ik dat vergelijk met mijn kinderen. En een heleboel complexe terminologie, 21st century skills. Ik woonde een webinar bij van Gartner en toen ging het over digital dexterity. 5 punten voor degene die weet wat dexterity is. Nee? Ik wist het ook niet. Nou, dat betekent dus dat je er niet zo goed in bent. Hadden ze best kunnen vertellen gewoon. Ja, prima. Maar goed, het is dus zo'n beetje een zonde om niet digitaal te transformeren of niet digitaal vaardig te zijn. En dat geldt wel helemaal voor je werkomgeving. Dus daar hebben we het over, hè? Transformeren van je werkomgeving. Daar zijn we heel druk mee, zijn heel veel mensen heel druk mee. En toen vroeg iemand, wil er iemand over praten? En toen stapte ik te laat naar achteren. En toen was ik aan de beurt. En zo is het gekomen. Dus ik ging eens even op zoek naar digitale transformatie en hoe dat dan allemaal ooit begonnen is. Het is natuurlijk heel lang geleden. Toen was de hele wereld zwart-wit. Was eigenlijk best fijn, zo achteraf gezien. Dus voordat er hele digitale transformatie was, toen zag de werkplek er zo'n beetje uit zoals dit. Maar goed, digitale transformatie is overal. Transformatie van de werkplek. Dus ik dacht, ga ik eens even kijken. Wat is dat dan allemaal, transformatie van de werkplek? En toen kwamen mijn Google skills op dit. Hele kleine transformaties van je werkplek. Sommige mensen worden er best blij van. Een dinosaurusje die dan in je papiertje hapt. Dit begint al een beetje digitaal te worden, daar aan de rechterkant. Werkplektransformaties. Als je eenmaal dit aan het vinden bent, dan weet je het. Dan vind je alleen maar dit soort dingen. Sustainability is een ding in de werkplektransformatie. Dus toen kregen we een groene werkplek. En het werd alleen maar gekker. Ik hoop dat dit in Las Vegas is. Ik weet het niet. Als je eenmaal doorgaat, ik zat nog niet eens op YouTube. Maar als je eenmaal doorgaat, dan vind je de gekste dingen. Tot ik hieruit kwam, toen zat ik wel op YouTube. En toen zag ik ook een digitale werkplek. Een digitale werkplek in de handen van deze mevrouw.
Hele kleine digitale werkplek. Een hele succesvolle digitale werkplek. Want deze mevrouw is 3 uur verwijderd van het verdienen van $2000 met het uitzenden van een filmpje op YouTube op een digitale werkplek. Generatie Z, laat ik mij vertellen. Supergoed. Maar de digital workplace is dus nogal hot. Hij is overal. Hij is plaatsonafhankelijk. Overal dus. En dan kom je hiermee. Het is wel echt een fossieletje. Dus we zijn, dit is ook nog gewoon, toen ik startte met werken, toen kreeg ik er zo eentje. Ik denk als je daar die optilt, stopt er een batterij in. Hij doet het gewoon nog. Het is Nokia. Maar goed, de digital workplace, waar wij het over hebben. En ik heb het dan vooral over de digitale werkplaats in het onderwijs. En het hoger onderwijs specifiek. Als je daarna gaat zoeken, dan word je, dan krijg je ze om de oren. We hebben al een event in Nederland over een digital workplace. En als je ervan wil leren, ga je gang. En ook allerlei afbeeldingen. Maar hoe zijn we nou eigenlijk hier gekomen? Waar komen we vandaan? In onze visie, in mijn visie, is de digitale werkomgeving eigenlijk heel simpel de volgende generatie. Het is de volgende generatie van dingen waar we eigenlijk elke dag mee bezig zijn. We zijn ooit begonnen met die zwart-wit foto. Toen kwam Microsoft Word en Microsoft Office. Toen kwam weer SharePoint, dat bond het allemaal een beetje samen. En tegenwoordig wil je in de cloud, in Office 365 en in Teams, samenwerken in een digitale werkomgeving. Toen ik 5,5 jaar geleden bij Finalist kwam, toen hadden we het over een intranet. Maar goed, niet heel veel later hadden we het over een social intranet. En nu wil iedereen samenwerken in dat social intranet met elkaar in groepen. En dat is ook nodig. Dus hebben we het over een volgende generatie. Er is een volgende generatie tooling nodig. En dat is digitale werkomgeving. In het hoger onderwijs hoorden we net in de introductie je ELO of je leersysteem. Elk systeem was een beetje los. Je moet overal even opnieuw inloggen. Ik zat op in Holland. Wij hadden volgens mij niet eens een digitale leeromgeving. We hadden wat applicatietjes hier en daar. Ik was toch vooral nog best wel veel aan het schrijven. Vervolgens, dat was ook al in de tijd dat ik bij Finalist zat, kreeg je allerlei applicaties die samengebonden werden. Een beetje logistieke functies voor het onderwijs. Dan heb ik het over je roosters en je cijfers. Een beetje dingen zien in een portaaltje. En dan heette dat een DLWO. Maar nu is iedereen natuurlijk in de cloud, is Office gewend, 365. Is gewoon zijn eigen Facebook en zijn Instagram gewend. En stelt diezelfde eisen. En je wil dus kunnen samenwerken in zo'n omgeving. En ook hiervoor geldt dan weer, is de volgende generatie van systemen, een portaal, is een digitale werkomgeving. Ja, en dan digitale transformatie in zijn algemeenheid. Je had losse processen. Vervolgens ging je dat een beetje automatiseren, digitaliseren. Maar nu wil ik eigenlijk gewoon, maakt niet uit waar ik ben, mijn telefoon of mijn laptop wil me opstarten. En ik krijg alles naar me toe in één portaal. Allemaal processen bij elkaar, samenwerking bij elkaar. Met andere woorden, van al deze ontwikkelingen is er een volgende generatie en dat is één en hetzelfde ding. En dat is de digitale werkomgeving. Nou, dat is best mooi, want dat is een mooie opportunity. Maar goed, wat is dat dan? Het is geen Wikipedia, maar er is wel hele lange volzin. En dan hebben we in Nederland een organisatie in het hoger onderwijs, die heet SURF. En SURF is het ICT-kenniscentrum. En die weten dus wat daarvan. En dan laten we ons daardoor voorlichten. En die hebben een mooie definitie verzonnen van wat een digitale werkomgeving is. Het was vrij visionair, hè? Want dit zeiden ze eigenlijk 5 jaar geleden al. Ik heb het even makkelijk gemaakt voor jullie, je hoeft alleen maar oranje te lezen. Het gaat over een geheel van systemen. Je moet je voorstellen, je bent een bedrijf of je bent een hoger onderwijsinstelling. En draaien, niet 3 systemen, draaien niet eens 33 systemen, draaien waarschijnlijk wel 300 verschillende systemen. En al die systemen die richten zich op gebruikers, docenten, onderzoekers, studenten. En dat hele,
die hele shabam, nou, daarvan zegt Surf, dat is het. Dat is de digitale werkomgeving. Dus het hele IT-landschap van de instelling maakt, dat maakt de omgeving. En dan gaat er een beetje in een wollige zin, dat het dan vervolgens draait om de primaire behoefte van de gebruiker. Met andere woorden, iemand wil ergens op inloggen, heeft een portaal en wil eigenlijk dan alle diensten kunnen gebruiken vanuit dat ene portaal die in die 300 verschillende applicaties zitten. Nou, Surf heeft er best wel veel woorden voor nodig gehad om dat te verzinnen. Maar, wel heel waar, Surf doet dat in Nederland. De digitale werkomgeving is echt niet een Nederlands ding. Het is heel internationaal. En je weet dat je trendy bent. Je weet dat je hot bent als Gartner zich ermee gaat bemoeien. Nou, dat hebben ze gedaan. Dus hebben ze een hype cycle gemaakt. Gartner maakt zo'n beetje van alles wel een hype cycle. Een beetje lastig leesbaar altijd. Maar wat eigenlijk om gaat, is hoe belangrijk die trend is. En Gartner zegt, nou, het gaat over samenwerken, het gaat over cloud analytics, het gaat over content, videocontent, noem maar op. Het zetten ze een beetje op een mooie golf, kan je op surfen. En dan zeggen ze, nou, dit komt ongeveer in zoveel jaar en dat komt ongeveer in zoveel jaar goed. Dat betekent, het is nogal een grote trend, niet alleen in Nederland, wereldwijd is het een hele grote trend. En als gevolg daarvan zijn er heel veel partijen die denken, nou, daar kunnen we wel wat mee, daar willen we wel wat mee. Dus, al die partijen die denken, nou, mooie hype cycle, kunnen we mooi op meesurfen. We zetten een mooi omgevingje in elkaar, zetten een abonnementje op, gebruiken allerlei Microsoft tooling. Dan ben je klaar. Dat is hartstikke mooi, goede functionaliteit. Abonnementje afsluiten gebaseerd op Microsoft tooling. Maar je bent ook meteen beperkt tot, nou, die hoeveelheid van tooling die je hebt. En het is ongelooflijk standaard. Het resultaat, een beetje 13 in een dozijn. Dus als je nu opnieuw gaat googlen naar de digitale werkomgeving, nou, dan is de keuze te over. Wat nogal belangrijk is, dan in een onderwijsomgeving, maar eigenlijk in elke omgeving, is om even een stap terug te doen. En te bedenken, voor wie doen we dit eigenlijk? En met welk doel zijn we dit aan het doen? Het gaat niet om het middel, het gaat niet om dat je een toeltje even van de markt aftrekt, van de plank aftrekt en aanzet en dat iedereen kan zien wat hij morgen moet doen of dat hij 3 e-mailtjes heeft of dat er een les is uitgevallen, is allemaal wel belangrijk. Maar dat is allemaal heel makkelijk. Maar voor wie doe je dat nou? Wat voor doel heb je als instelling? Bijvoorbeeld, de tevredenheid van mijn studenten is ongelooflijk belangrijk. Er is een jaarlijkse enquête, dat heet de Nationale Studentenenquête. En daar wordt gemeten hoe tevreden is men over de instelling. Ongelooflijk belangrijk ding voor hoger onderwijsinstellingen. Maar ook medewerkerstevredenheid is natuurlijk belangrijk. En als je de processen aan elkaar bindt, nou, dan heb je ook al snel efficiëntie te pakken. Bespaar een kwartier per dag voor iedereen die zo'n ding gebruikt. Nou, 30.000 mensen in een grote instelling gebruiken zo'n ding. En je hebt al snel een forse besparing te pakken. Vervolgens ga je kijken, voor wie doe je dit eigenlijk? Dan kun je op allerlei manieren doen. Inzicht in de gebruiker. En dat kun je bijvoorbeeld doen door persona's op te stellen. Zodat je snapt, wat voor soort mensen gaan hier eigenlijk gebruik van maken. Want die gebruiker, als je die gewoon een standaard toeltje voorschotelt, denkt hij dat is leuk. Maar ik ga even naar Google, want dat heb ik nu nodig. Dus die gebruiker die bepaalt zijn eigen weg. En die laat zich niet de wet voorschrijven. Dus die zegt, het is wel leuk dat je dit doet, maar volgens mij wil ik dat nu. En ik ga samenwerken in Google of in, noem ze maar op. Alles andere dan mogelijk wat de wet voorschrijft in een instelling. Dit is een belangrijke boodschap. En daar hebben we ook onze aanpak op aangepast. Dus als je dan even van buiten naar binnen, van de lange termijn naar de korte termijn kijkt, dan kom je hier in het centrum van deze aanpak uit op de gebruiker. Je doet het voor de mens. En we hebben een methode ontwikkeld, we gebruiken hier deze mensgerichte methode, die in 6 stappen tot een bepaald eindresultaat leidt, wat optimaal is voor een eindgebruiker.
Belangrijke uitgangspunten. Belangrijk ontwerpuitgangspunt. Ontwerp voor time well spent. De social media zijn erom bekend dat je ontwerpt voor time spent. Spendeer zoveel mogelijk tijd op mijn YouTube of op mijn Facebook, want dan zie je mijn advertenties. Het levert natuurlijk een soort, nou ja, die 300 km per uur door Instagram gedrag op. Een soort verslavingsachtige gedrag. En dat willen we niet. We willen gezond gebruik van de tooling. Dus ontwerp mensgericht en doe het op basis van time well spent. Nou, dan ga je dus aan de gang en dan kun je van alles bij verzinnen. Dus je gaat inleven, analyseren en je gaat experimenteren en testen. En experimenteren en testen. En experimenteren en testen. Totdat je iets gevonden hebt wat je kunt gaan gebruiken, wat je kunt gaan uitrollen. Prototypes maken en testen. En als je dan eenmaal zover bent, dan moet je het natuurlijk gaan maken. Moet je het gaan realiseren en dan komt de technologie om de hoek kijken. Even over die technologie. Want ik had op mijn agenda had ik gezegd, we gaan het hebben over de rol van Drupal. We gaan het hebben over de rol van Microsoft. En Surf die zegt, nou, je moet eigenlijk kijken naar het geheel van systemen. En dat is eigenlijk je digitale werkomgeving. En verzin zelf maar even hoe je dat aan de gebruiker gaat presenteren dan. Dan is het wel van belang dat we even kijken naar hoe zo'n architectuur eruit ziet. En op wat voor manier je zo'n architectuur inricht om hem optimaal te laten werken voor jouw gepersonaliseerde digitale werkomgeving. Ook hiervoor zijn er weer allerlei knappe koppen die zeggen, doe het op ongeveer op deze manier, in dit geval Surf. Maar ook de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid heeft iets gedefinieerd, dat heet een NORA. De Nederlandse overheid referentiearchitectuur. Er zijn allerlei architecturen van afgeleid. Dus ook eentje, die heet HORA. En dat is de hoger onderwijs referentiearchitectuur. Nou. Even doorbijten, we gaan even door een stukje technologie heen. Die hoger onderwijs referentiearchitectuur die bestaat uit drie lagen. Dus je hebt die 300 applicaties. Dat is je onderste laag. Al die applicaties die draaien en die een doel dienen. En daar staan ze. En die applicaties die moeten allemaal praten met elkaar. Al is het maar om gewoon financieel berichten uit te wisselen. Of uiteindelijk om die informatie aan de gebruiker op het portaal te voeden. Dus dan heb je een integratielaag. Onderste laag applicaties. Tweede laag integratie. Gegevensuitwisseling en API management. En vervolgens, als je dat geregeld hebt, dan kom je op de bovenste laag en dan heb je het over het portaal. En waar Surf zegt, de DWO is het geheel van systemen, is iedereen die denkt aan een DWO of een gepersonaliseerd portaal, die denkt eigenlijk aan die bovenste laag. Nou, wij hebben hier heel veel mee te maken, we werken heel veel in hoger onderwijsinstellingen. En dan zien we, en dat is niet alleen waar voor hoger onderwijsinstellingen, maar ook voor heel veel bedrijven, dat er allerlei uitgangspunten worden gehanteerd om zo'n architectuur neer te zetten. Namelijk, maak het allemaal zo standaard mogelijk. Gebruik best of breed. Ga cloud first, ga Microsoft first. En zorg dat je je compliance en je veiligheid op orde hebt. En dan zie je dat in zo'n hele omgeving, in zo'n architectuur, Microsoft eigenlijk een hele belangrijke rol speelt. Je ziet hem hier terugkomen in de samenwerkingsomgeving, Office 365 en Teams. Is er iemand die geen Office 365 gebruikt of Teams? Heel fijn. Ze zijn er dus toch. In de hoger onderwijsinstelling, Microsoft is gratis. Dat is niet helemaal waar. Bijna gratis, je betaalt zo'n klein beetje. Dus de incentive om iets anders te gaan doen is vrij klein. Dat doen ze natuurlijk slim, want als jij klaar bent met je onderwijs, met je opleiding, dan weet je alleen maar Microsoft tooling. En dan ga je lekker dat gebruiken. En zo zie je dus op zo'n samenwerkingsomgeving Office 365 ontstaan. Op die integratielaag zie je Azure veel in gebruik. En dat is handig, want er zit best wel veel functionaliteit in. Ze hebben de compliance goed geregeld. Ook integratie gaat, ik zeg het schoorvoetend, in toenemende mate
best heel goed met Microsoft. En wat ga je dan doen? Dus dan ga je de achterkant helemaal standaardiseren, zodat je de voorkant zo persoonlijk mogelijk en op maat kan maken. Maar goed, lekker verhaal op Drupal Jam. Ergens moeten we nog Drupal bespreken. Niet alleen Microsoft speelt een grote rol in onderwijs, ook Drupal speelt een grote rol in onderwijs. Dit is een mooi statistiekje, maar die komt gewoon van de Drupal.org-site af. 71% van de top 100 universiteiten gebruikt Drupal. Er zijn allerlei use cases te verzinnen. Websites, intranet, social intranet, leeromgeving, noem zo maar op. Komt natuurlijk door de modulariteit, door open source, al die voordelen, preaching to the converted hier natuurlijk. Dus de rol van Drupal in onderwijs is niet te onderschatten. Wij zeggen dan dus ook, we zetten Drupal precies daarin waar het in zijn kracht zit. Daar waar je een sociaal, flexibel, persoonlijk, gepersonaliseerd op maat portaal wil aanbieden aan je gebruiker, daar zetten we het neer. En zo ben je in staat om, als je de achterkant van je applicatielandschap helemaal standaardiseert, zodat je daarna nooit meer naar zo'n ingewikkelde plaat hoeft te kijken, want het is allemaal geregeld om de voorkant op maat, altijd op maat, aan te bieden aan een onderwijsinstelling. Daar is dus ook onze visie, ons product digitale werkomgeving, mijn finalist, op gebaseerd. Er zitten vier pijlers onder. Het is altijd gepersonaliseerd. Dat wat je ziet is voor jou. Het zit in jouw context. Het is altijd sociaal. Je kunt samenwerken. Je kunt bloggen. Je kunt dingen delen, liken. Je kunt altijd samenwerken. Dus waar die samenwerkingsomgeving bijvoorbeeld Office 365 is, Teams, Yammer. Daar gaan we ons niet tegen afzetten. Dat omarmen we. We omarmen dat en integreren dat. Zodat er één user experience ontstaat waar de kracht van Drupal in zit en wat gebruik maakt van de kracht van de rest van die applicatieomgeving. En tenslotte gaat het natuurlijk over ontsluiten van zaken. Dus als ik als leerling inlog, nou, dan wil ik ook gewoon echt wel zien wat voor cijfer ik heb. Of dat ik een roosterwijziging heb. En wat voor ons belangrijk is dat we er vervolgens context aan meegeven. Dus hanteren we drie uitgangspunten. Mensen gebruiken alleen maar voor wat voor ze werkt. Dus omarm dat. Het DWO verschilt altijd per organisatie. Die 300 applicaties die is altijd anders. Ga naar de ene instelling of andere instelling, het is altijd anders. Het eindresultaat is ook dat het DWO er anders uitziet. Overal vind je natuurlijk wel je roosterwijzigingen, je cijfers, et cetera. Maar iedereen heeft zijn eigen doelen, zijn eigen applicaties, zijn eigen identiteit. En daarom verschilt het per organisatie. En heb je geen one size fits all aan de voorkant. En belangrijk voor ons is dat we context geven aan zo'n omgeving. Het is heel makkelijk om iets te ontsluiten. Het is heel makkelijk om mij te vertellen dat ik een 3,5 heb gehaald van mijn natuurkunde. Daarom heb ik het ook zo snel mogelijk weer laten vallen. Fijner om te weten is dat ik een 3,5 heb gehaald, maar dat ik meteen me in kan schrijven voor een herkansing. Bijvoorbeeld of een gesprek kan aanvragen aan mijn mentor. Dat soort context, dat is wat je wil meegeven. Hoe ver ben ik eigenlijk in mijn opleiding? Hoe ver zit ik op mijn 42 studiepunten voor mijn propeduizen? Zijn het er nog 42? En dan krijg je dus altijd andere resultaten aan de voorkant. Dit is dus een voorbeeld van dingen ontsluiten en van samenwerken en personaliseren. Bij het Grafisch Lyceum, waar je cijfers ziet. En waar ik gewoon te laat ben om mijn spullen in te leveren. Zoals rechtsonder te zien is. En als ik daarop klik, dan kan ik het meteen inleveren. En dan kan ik inleveren voor mezelf, kan ik ook inleveren voor de hele groep met wie ik die spullen heb gemaakt. En zo heb ik een andere klant, die dubbelklik. Als je hier meer van wilt weten, dan zit die Alex daar. Dan kun je daar meer over vertellen. En wat je hier ziet, is dat het er weer anders uitziet. En dat we dus offline en online met elkaar hebben gecombineerd. Dus dat iemand gewoon een code kan scannen en op die manier zijn spullen kan inleveren. We maken het sociaal of we ontsluiten de teams van Microsoft in samenwerkingsgroepen aan de voorkant. En we hebben het gehad over op wat voor manier we dat aanpakken. We hebben een mensgerichte aanpak.
We hebben gekeken naar een stuk techniek. Bedankt voor jullie geduld. En het derde ingrediënt voor onze succesformule om dat DBO in de markt te zetten is de domeinkennis. We weten wat er speelt in het onderwijs en dat maakt ons een hele gemakkelijke gesprekspartner. Zodat we heel makkelijk een portaalconcept kunnen neerzetten wat persoonlijk, sociaal is. Wat gaat om samenwerken en ontsluiten. Wat de bestaande samenwerkingsomgeving omarmt. Wat vaak Office 365 is. Maar wat gebaseerd is op een open source framework. Bovenop dat framework zetten we een paar componenten. Dat is allemaal standaard. En pas vanaf die componenten gaan we op maat zaken genereren en ontwerpen. We ontwerpen voor time well spent. En voor aansluiting op de doelen van de klant. En dan kan er zoiets ontstaan. Als voorbeeld. En dan scrollen we even door. En dan zie je je cijfers, je resultaten. Je teams, gewoon uit je office-omgeving, integratie daarmee, maar ook je tijdslijn delen met je vrienden en met je groepen. Dat was het, dankjewel. Dankjewel voor een heel inspirerend verhaal. De achterkant is helemaal gestandardiseerd. De voorkant is helemaal gepersonaliseerd. Superleuk. Dankjewel.